Hallo en welkom bij deze videoserie over de revalidatie na een rotator cuff repair. Deze videoserie bestaat uit vier delen, waarin onder andere leefregels, adviezen en oefeningen aan bod komen die volgens de wetenschap belangrijk zijn voor het herstel van de rotator cuff. Ik hoop dat deze videoserie informatief zal zijn en zal bijdragen aan een spoedig herstel. De eerste fase van herstel na reparatie van de rotator cuff Omvat twee weken van strikte immobilisatie. Deze fase wordt gevolgd door een gefaseerde passieve bewegelijkheid tot zes weken na de operatie. En de daaropvolgende fase wordt gevolgd door het herstel van de actieve bewegelijkheid. Vervolgens wordt er gewerkt aan de progressieve versterking vanaf week 12 postoperatief. De oefening in fase 1 omvat de passieve bewegingen van de geopereerde schouder om de bewegelijkheid te bevorderen. Zonder dat hierbij bij te veel krachtinwerking plaatsvindt op het operatiegebied. De eerste fase begint na twee weken van strikte immobilisatie in de sling. Tijdens deze fase worden er oefeningen gedaan die een lage activiteit vragen van de spieren. Tijdens deze video wordt de activiteit aangeduid met de afkorting MVIC, die in fase 1 lager moet zijn dan 15%. Voor we beginnen met de oefeningen is het belangrijk dat u tijdens het oefenen ervoor zorgt dat u deze doet op geleide van de pijn en deze niet overschrijdt. De eerste oefening is de pendulum slingeroefening, zoals beschreven door McKenna in 1993. Deze oefening dient volgens de studie van Edwards in 2017 met zorgvuldigheid uitgevoerd te worden. Zet de hand van de niet aangedane schouder op een tafel en buig voorover. Laat uw aangedane schouder vervolgens ontspannen hangen. Het is belangrijk dat u de aangedane schouder niet gebruikt om de beweging in te zetten, maar dit plaats laat vinden vanuit uw benen en bovenlichaam. U kunt uw arm tijdens deze oefening zowel naar voren laten slingeren, opzij laten slingeren en u kunt cirkels maken met de klok mee en tegen de klok in. Houd daarbij dus rekening dat de aangedane schouder hierbij ontspannen blijft. Onjuist uitgevoerde pendulums, vooral grote pendulums, genereren namelijk meer supraspinatus spieractiviteit in de schouder wat in deze fase nog niet is toegestaan. De volgende oefening is de forward bow oefening zoals aanbevolen in de systematic review van Edwards et al in 2017 en beschreven door Uretal in 2010. Deze oefening genereerde een lage MVIC van zowel de supraspinatus als de infraspinatus wat hem veilig maakt in deze fase van het herstel. Leg uw hand van de aangedane schouder op een tafel. Stap vervolgens achteruit weg met uw benen van de stilstaande hand, terwijl u tegelijkertijd naar uw middel buigt. Hierdoor komt u in een voorwaartse buigingpositie. Loop vervolgens weer terug naar de tafel en herhaal deze oefening. De volgende oefening is de passieve anteflexie in de rug liggen, zoals beschreven in studies van onder andere Gaunt, Ul en McCann. Deze oefening genereert een lage MVIC van zowel de supraspinatus als de infraspinatus. Tijdens deze oefening is het belangrijk dat de niet geopereerde zijde al het werk doet. In dit voorbeeld is links de niet geopereerde schouder en rechts de geopereerde schouder. Ga op uw rug liggen met de vingers van beide handen ineengestrengeld, waarbij de niet aangedane arm de aangedane zijde helpt omhoog te gaan. De volgende oefening is de taalslidoefening, zoals beschreven door onder andere Jung et al in 2016. Deze oefening genereerde een MVIC van 8% voor de supraspinatus en 4% voor de infraspinatus. Ga voor of naast een tafel zitten en plaats uw hand van de aangedane schouder op een handdoek op de tafel. Zorg dat u contact houdt met de handdoek terwijl u passief naar voren schuift met uw bovenlichaam, totdat u merkt dat op geleide van de pijn deze niet meer verder wil. Door weer rechtop te komen met uw bovenlichaam komt u terug in de beginpositie. Volgens het onderzoek van Jung et al bereikte de schouderhoek tenminste 170 graden zonder een significante toename in de MVIC. De varianten op deze oefening kunnen worden gedaan met de arm 45 graden naar binnen wijzend en 45 graden naar buiten wijzend. Deze varianten genereerden eveneens een lage MVIC-activiteit in de supraspinatus en de infraspinatus. De volgende oefening is de handdoek pressure up oefening met de handen dicht bij elkaar, zoals beschreven door Uretal in 2010. Deze oefening genereerde een MVIC van 3% voor de supraspinatus en 7% voor de infraspinatus. Ga op uw rug liggen en bood een bankdrukbeweging na, terwijl u zich vasthoudt aan een handdoek met de handen dicht bij elkaar. Strek de armen omhoog en weer terug omlaag en voer de oefening uit op geleide van de pijn in de schouder. Een variant op de handdoek press-up oefening is die met de handen iets uit elkaar. Deze variant genereerde eveneens een lage MVC-activiteit in de supraspinatus en de infraspinatus. De volgende oefening is de exorotatie stok oefening in ruglig, zoals voor het eerst beschreven door McKenna al. in 1993. Deze oefening genereerde een MVC van 3% voor de supraspinatus en 12% voor de infraspinatus. Deze oefening is bedoeld om het naar buiten draaien van de schouder te verbeteren. Ga op uw rug liggen met uw elleboog van de aangedane schouder in een hoek van 90 graden, rustend op een klein opgerolde handdoek iets van het lichaam af. Gebruik de stok om vervolgens via de niet aangedane zijde, in dit voorbeeld links, de handpalm van de rechterhand passief weg te duwen tot maximaal 60 graden. Het is belangrijk dat u tijdens deze oefening de aangedane zijde laat leiden door de niet aangedane zijde. De volgende oefening is de staande variant van de vorige oefening, zoals beschreven door Jung et al in 2016. Deze oefening genereerde een MVIC van 3% voor de supraspinatus en 9% voor de infraspinatus. Ga rechtop staan met een opgerolde handdoek onder de oksel van de aangedane zijde en houd uw elleboog ten alle tijde in uw zij. Laat vervolgens vanuit de niet-aangedane zijde, via uw hand van de aangedane zijde, de schouder naar buiten bewegen. Het is belangrijk dat u tijdens deze oefening de aangedane zijde laat leiden door de niet-aangedane zijde.